Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Ik ben Linus en wij zijn deze keer naar Polen gegaan om een speciale video voor jullie te gaan maken. We zijn op de Polyglot Gathering, een event voor mensen die enthousiast zijn over het leren van talen. Vandaag hebben wij interviews met mensen gedaan die zelf Nederlands hebben geleerd. Zij vertellen hun verhaal. Laten we beginnen. Voordat we gaan beginnen, geven we jullie nog wat meer informatie over de Polyglot Gathering. De Polyglot Gathering is een bijeenkomst voor taalliefhebbers en polyglotten. Mensen uit de hele wereld komen hierheen om elkaar te ontmoeten, hun talen te oefenen en nieuwe dingen te leren. Lijkt het je leuk om er een keertje bij te zijn? Misschien zien we je dan volgend jaar. Zou je jezelf kunnen introduceren? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Luc Pluvinage. Ik ben in België geboren. En nu leef ik bijna 20 jaar in Italië. Ja, ik heet Kate. Ik kom uit Australië. Ik ben Mario. Ik kom uit Italië. Ik hou van talen en ik woon nu in Nederland. Ik heet Elisa. Ik kom uit Italië. Jij heet Claudia en jij komt uit Duitsland. Jij komt uit Bielefeld. Ik heet Diogo en ik kom uit Brazilië. Hallo, ik heet Richard. Ik kom uit het Verenigd Koninkrijk. So, ik ben Chuck Smith. Ik kom uit Amerika. Ik heb in 2003 in Nederland, in Rotterdam gewoond. En daarom kan ik nu een beetje Nederlands praten. Ik heet Fabricio en ik kom uit Brazilië. Ik heet Lucas en ik kom ook uit Brazilië. Ja, ik heet Daisy en ik kom uit Spanje. Ik ben Tom, ik kom uit Polen. Ik ben 36 jaar. Ik woon een jaar of vier al in Nederland, in Eindhoven. Mijn naam is Thomas en ik kom uit België, uit het provincie Henegouwen in Wallonië. En waarom heb je ervoor gekozen om Nederlands te leren? Omdat ik, toen ik 24 was, woonde ik in Gouda. Ik heb Nederlands geleerd, want nu woon ik in Frankrijk, in Lille. Dus het is dichtbij België. En ik vond dat het interessant zou zijn om Nederlands te leren, om België te gaan. Ik heb in Nederland gewoond. 2 jaar lang in Rotterdam. Het was de eerste taal die ik geleerd heb op school. In België, zo doen we. Omdat de stad heel mooi is. De mensen, ze waren heel, heel vriendelijk met mij. En dan, ik wou een nieuwe taal te leren. Mijn zus woonde in Nederland. Het was eigenlijk toevallig. Ik wilde een nieuwe taal leren. Aan de universiteit kon ik tussen zo'n 11 talen kiezen. En er waren niet zoveel die mij zo interesseerden. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon iets leuks kiezen. Brussel is een tweetalige stad. Dus dat is helemaal belangrijk, de twee talen te spreken. Dus of jij maar één taal spreekt, dan heb je minder mogelijkheden om te werken. Dus dat was helemaal nuttig voor mij en helemaal belangrijk voor mij. Omdat ik al vroeger een Engels en Duits leerde. En dan dacht ik op een gegeven moment, ik wil een taal gaan studeren of leren die dan heel weinig mensen kennen of spreken. En waarom ben je naar Gouda gegaan? Werk, eigenlijk au pair, toen ik jong was. En daarna was het gewoon omdat ik niet terug naar Australië wil gaan. Dus, En hoe heb je Nederlands geleerd? Gewoon zo in Nederland, van televisie en ook met boeken. En gewoon met Nederlanders gesproken. Aan de Universiteit van Wrocław, maar ik heb ook een cursus in Zeist gedaan bij Utrecht, 3 weken. En ik zat ook een half jaar in België op Erasmus, studentenuitwisseling. Dus in mijn school, in mijn klein dorpje, daar was mijn school. Maar de niveau van de leraars waren niet zo goed. In Spanje. En hoe komt dat? Allee, ongelooflijk. Uitleg een beetje. Ik woonde in Spanje en ik wilde Nederlands leren. En ik heb een cursus gezocht. Ik heb Nederlands geleerd in universiteit.
En daarna heb ik ben ik een stage gelopen in Kortrijk in België. Ja, dus in het begin was het, heb ik gewoon een intensief cursus gevolgd. 2 weken, alles in het Nederlands. Dus eerste indruk van het Nederlands gekregen. Nou, de eerste 3 maanden deed ik eigenlijk niks. Anders dan met Nederlandse sprekende mensen gewoon geluisterd en gewoon gesprek gehad. Of niet gesprek, maar ja, hun gesprek gehoord. Maar ja, ik had ook een heel oude teacher self Nederlands of teacher self Dutch boek en cassette. Ik was echt oud. Ja, ik ben echt oud. En heb je dan ook ooit in Nederland gewoond? Of hoe heb je in de praktijk Nederlands kunnen oefenen? Nee, ik heb nooit in Nederland gewoond. Ik heb online met andere mensen een beetje gesproken. Ben je nou ook enthousiast geworden en wil je Nederlands gaan verbeteren? Dat kan. Word lid van Easy Dutch en krijg toegang tot extra leermateriaal, de transcripts, audio- en videobestanden en tot onze exclusieve Slack-chatgroep, waar je met ons in het Nederlands kunt communiceren. De link kun je na het kijken in de beschrijving vinden. Nu gaan we verder met de video. En wat vonden jullie makkelijk tijdens het leren van het Nederlands? Makkelijk? Ja. Ik kan niet zeggen wat moeilijk is. Dat is de volgende vraag. Ja, makkelijk. En was het makkelijk voor jou om Nederlands te leren? Het was heel makkelijk omdat ik al Duits op een hoog niveau kon spreken. Dus dan heb ik eigenlijk via Duits het Nederlands geleerd. Niks? Nee, dat is maar een grapje. Maar dat is helemaal gelijk aan Duits. Dus bijvoorbeeld, dat is een eerste voorbeeld. Dat is een eerste punt die toch helpt een beetje. En ja, woordenschat is toch oké. Gewoon in Vlaanderen, er zijn heel veel Franse woorden. Het is een beetje grappig voor Nederlanders. Oui, embêtant, dat kan je zeggen. Of ja, gewoon Franse woorden. Zo, als ik een woord niet ken op Nederlands, dan kan ik gewoon met Frans proberen. Ik heb eerst Duits geleerd. En omdat ik Duits geleerd heb, was Nederlands niet te moeilijk. Maar ik heb allang geen Nederlands gesproken. En wat waren de grootste uitdagingen tijdens het leren? Voor mij het was de aanspraak. Ja, het is niet makkelijk om te leren, want het is heel anders. Voor mij is de uitspraak is de moeilijkste van Nederlands. En de antwoord was dat ja, als ik mijn uitspraak niet goed was, mensen, meestal jongens, ze willen ja, lachen. En ik, ja, dat vond ik eigenlijk echt niet leuk. Redelijk makkelijk, omdat ik kunt gewoon Duits spreken. Ja. Wat is ook dat probleem? Dat probleem. Ja, klopt. Ja. Dat ik heb veel Duits in mijn Nederlands. Ja, ik heb ook dit probleem. Ik spreek nooit Nederlands. Mm-hmm. En normaal gesproken, als ik Nederlands spreek, denk ik in Duits. En dan moet ik vertalen. Ja, precies. Ja, mensen willen met jou praten. Mm-hmm. Alleen in het Engels. Ja. Dus dan het is niet makkelijk. Want ja, ik was soms, ja, je moet met mij in het Nederlands praten. Ik wil beter worden. Eén, volgens de zoveel Nederlandse mensen wil eigenlijk mijn antwoord geven in het Engels. En ik moet wel nog antwoorden geven in het Nederlands 2, 3, 4, 5 keer. Zoveel mensen praten Engels. Dus voor mij was het moeilijk om Nederlands te spreken met hen. Want iedereen denkt dat het makkelijk zou zijn als ze met mij Engels praten. Ja, ik zeg altijd, sorry maar, ja, je hebt 2 opties. Of je praat met mij in het Nederlands of je praat in het Spaans. En normaal gesproken, mensen kunnen niet in het Spaans praten. Dus daarom.
Ja. Maar dan zeg je gewoon dat je geen Engels wilt praten. Dus je geeft het gewoon duidelijk aan. Ja. Gewoon, ja, ik woon nu tegenwoordig in Nederland. Ik kreeg al mijn brieven in het Nederlands. Ik wil heel graag de taal goed kunnen spreken. Alsjeblieft, kunt u even met mij helpen om Nederlands beter te kunnen praten. En wat vind je mooi aan de Nederlandse taal? Wat vind ik mooi aan de Nederlandse taal? Ik vind het mooi dat het niet zo moeilijk is. Dat het een beetje wie Engels ook Duits is. Maar er zijn veel valse vrienden. Mooi aan de Nederlandse taal. Ja, de uitspraak. Ja, voor ons is het moeilijk, maar... ik herinner me dat ik de zin, ik heb haar geen geld gegeven. dat was heel... Of graag gedaan. ik vind het, klinkt wel leuk. Dat eerste zaak, dat is helemaal raar. Dat is een rare taal, kunnen wij zeggen. Misschien dat is maar in België, Nederland en Suriname gesproken. En ik vind dat helemaal goed te spreken, want... Dat is misschien ook moeilijk voor de anderen te verstaan. Ik hou van bluff. Dat is een Nederlandse band die ik heel ik wil naar de concert gaan. Ja, voor mij is het eigenlijk iets bijzonders. Want ja, ik heb in Nederland gewoond. En als je in een land woont, dan neemt je dan een deel van het land met je mee. Als je terug naar huis gaat of naar een ander land gaat... En voor mij, ja, een deel van Nederland wat ik mee gebracht heb, is de taal Nederlands. Mm-hmm. En dat blijft altijd bij mij. Wat ik best mooi vind in het Nederlands zijn al die verkleinwoorden. En gewoon zo'n Nederlands is voor mij een soort kindertaal. dat altijd alles autootje is en dan broodje en woninkje. Mm-hmm. Dus, wat is je favoriete verkleinwoord? Was mijn favoriete verkleinwoord. Ja, broodje, denk ik. En heb je nog advies van mensen die Nederlands willen leren? Gewoon Easy Dutch. dat is een heel goede kanaal. Maar toch, ik heb 2 video's gezien. Heel goede kwaliteit. Advies van mensen die nu Nederlands aan het leren zijn. Het proberen. En ook natuurlijk iets leuks vinden waarbij je plezier hebt en waarbij je de taal op een leuke manier kan oefenen en leren. Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is mensen te vinden die niet de hele tijd met jou Engels gaan spreken. Als je in Nederland woont, een beetje met mensen te praten, maar ook met mensen te praten die Nederlands aan het leren zijn. Ja, gewoon doorgaan. Ik hoor vaak over Nederlandse mensen willen in het Engels praten of... En ik zeg, ja, je moet gewoon doorgaan met antwoorden in Nederlands. En niet op één gewoon Engelse antwoord. Oké, in het Engels praten, weet je. Je moet gewoon doorgaan en een beetje stubborn worden. Niet opgeven. Ja, echt waar. Dus mensen die bijvoorbeeld in Nederland zijn en die dat moeilijk vinden om met moedertaalsprekers te spreken. Omdat moedertaalsprekers niet, als ze horen dat iemand uit het buitenland komt of buitenlander is, dan schakelen ze meteen naar het Engels over. Dus gewoon moeilijk doen en in het Nederlands doorgaan. Want dat is de enige manier om Nederlands te oefenen en dan beter te leren. Dat was het alweer voor vandaag. Wij vonden het heel erg inspirerend en zouden graag nog meer verhalen willen horen. Laat dus in de opmerkingen weten waarom en hoe je zelf Nederlands leert. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!